Goedemorgen. Goedemorgen jongens, kom maar binnen. Goedemorgen vanuit Tilburg, waar hard wordt gewerkt om de stad klaar te maken voor een nieuwe dag. Het onderhoud van Tilburg wordt gedaan door de Diamantgroep, een sociale werkinstelling voor mensen met een beperking. Dit sociale werk dreigt te verdwijnen door de invoering van de participatiewet. Een wet die zegt dat deze mensen voor normale bedrijven moeten gaan werken. Maar over wie gaat het eigenlijk? In de Diamantjes volgen we de ploeg van Willem. We zien ze tijdens hun werk en gaan met ze mee naar huis. Kom maar mee dan, hè? Om een beter beeld te krijgen van wie ze zijn en wat ze bezighoudt. Wie zijn toch die mensen in die oranje jassen? Niks. O 68. O 61. Wat zijn jullie aan het doen? Spelpunt. Spelpunt ontspelen. Dat is een speciaal spelletje dat kunnen via internet downloaden. En dan kunnen dan spelen. Ja, als we elke dag als we hier beneden zijn, dan doen wij deze. Zet ik hem aan. En dan doe ik ook de opwaarderen van de punten. Van de munten, zeg maar. En dan komt zij en dan zit ik er eventjes wel achter. En dan doe ik één of twee dingen voor mijn spullen en dan neemt zij daar over. Is het een feestje om met Sjaak hier te wonen? Ja. Wat is er zo leuk aan dan? Ah, dat is een goed manneke. We zijn 19 december, 31 jaar zijn we dan getrouwd. Nou, en hij doet altijd als ik thuis kan koken. Nou, en dan als we tv kunnen zitten kijken, dan valt hij in slaap van de moeheid. En dan ligt hij te snurken. Dan zeg ik, hou eens op, want anders krijg ik mijn tv niet meer staan. I-17. Het is gewoon een goede man, hè? Ik kan hem niet missen. Hij men ook niet. Dus. Dat is het leukste dan. O-66. De horizontale lijn is gekomen. De ploeg wacht een drukke dag. Morgen wordt de Tilburgse kermis opgebouwd en die loopt dwars door hun wijk. Daarom is het extra belangrijk dat alles er tip-top uit komt te zien. Het is een klerenzooi. Heel onze wijk doet er niks aan. Er komen dit jaar niet meer bij. Volgens mijn overtuiging dan. In een straatje hier vlakbij, de Sumatrastraat, daar staat het tot uw knieën, misschien wel hoger. En het is verschrikkelijk om te zien, maar ja, we hebben allemaal maar twee handjes. En je moet toch roeien met de riemen die je hebt. En word je er onrustig van? Onrustig? Nee, ik slaap er geen nacht minder van, maar... Als je thuis bent, dan, dan denk ik er toch aan. Als ik net op bed lig, dan komt dit toch allemaal bij me terug.
wel stom natuurlijk, want genaaid door eigen moet gewoon alles van hem af laten glijden naar hier weggereed. Maar ja, dat kan ik niet. Als laatste komt Willem aangereden. Omdat gisteren de bus kapot is gegaan, heeft hij een nieuwe meegekregen. Nou ja, een nieuwe. Hebben we zo'n kutbus, hè? Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, Willem. Ik ga achter elkaar die bus inleveren, jongen. Dat is een bus, man. Nee, een nieuwe. Ja, flikker ik op, man. Als je hier de deur dichtgooit, flikker er gewoon aan elkaar de deur uit. Ja, ja. Ze hebben jou toch wel meegegeven, dan. Ach, Willem toch. Hup. De deur valt er zo wat. Kijk. Kijk daar. Kijk. Er is echt kerstbomenverlichting. Met gevaar voor eigen leven rijden ze richting het hart van het kermisterrein. De burgemeester Brokslaan. Sjaki, ik heb jouw hart. Oh. Goed zo, jongen. Voordat het klaar is voor de kermis, moeten we alle hagen moeten we dus hier nog schoonmaken, schoffelen, opruimen. De boomopschot moeten we verwijderen. Hier de middenberm ook schoon maken en nog een gedeelte knippen. Wat ben je aan het doen, Ilonka? Aan het schoffelen. Het ziet er net eruit. En ja, als je er bijvoorbeeld langs loopt, dan denk je van, hé, kijk nou, daar heb ik geschoffeld of daar met hergenschaal langs geweest. Als hier straks heel de kermis staat, denk je dat veel mensen dan zien dat het er netjes uitziet? Ja, heel veel mensen, iedereen denk ik. Dus ja, dan denk je van je eigen, dan ben je toch trots op je eigen. Dat je daar hebt gedaan. Natuurlijk. Deze grond, niet maar al wat eronder hangt. Om zijtaktjes. Daar zorgen wij eraf. Om die stam egaal glad te houden. Dan kun je zien dat er onder die stam allemaal kleine zijtaktjes aan hangen. En dat wil dus zeggen, die moet eraf. Het is goed dat wij hier iets doen, want als wij dat hier niet zullen doen, dan geloof me gerust dat onkruid en de hagen op zich boven een boommat komt en zeker de helft van de fietspad belemmert. We hebben zo'n mooie zomer gehad in 2016. Niks als regen. En nou met die hitte, we zullen nog terug verlengen. Oh, is echt niet leuk met. Wat zou je ideale werktemperatuur dan? 18 graden, hou het daar op. Dit hoeft voor mij niet. Na de koffie laat Sjaak vol trots zijn huis zien. Er is de bank, een aparte stoel erbij. De eethoek met dressoir erbij. Hier hebben we keuken. Kan je goed koken? Jawel. Ik frutsel alles in elkaar. Jawel, echt. Ik frutsel alles. Wat is jouw specialiteit? Ja. Gewoon iets koken, hè. Dat doe ik ook gewoon. Maar iets geks of zo, dan mix ik zelf. Dat mag ik wel. Sjaak is een clowntje. Je weet dingen zo te brengen dat je om de simpelste dingen al kan lachen. Zijn humor, daar gaat overal over. Meestal slap gelul, maar... Ja, dat doen we allemaal, hè.
gezellig. Ja, best wel gezellig. Kan ik goed mee werken. Hij zit nu 6, 7 jaar bij mij. En ja, dat is echt een aardige man. Nou, en dat is een druivenstruik. Er hangen al druiven aan. Dus. Maar die moeten nog heel zwart worden. Die moeten eigenlijk donkerblauw worden. Dus dit... Dat is een pruimenboom. Ja, echt. Hier, kijk maar, dan zitten ze eraan. Hè. Die is goed. Dan lijkt ze meestal binnen. In de schaal, dat ze helemaal rijp worden. En dan, die zijn echt zoet, hè. Zoals straks wel binnen liggen, dat moeten we eens even proeven. Die zijn echt zoet. Sjaak doet zijn tempo. En niet meer. En niet minder. Af en toe is hij er wat makkelijker in. Dan laat hij wel eens wat staan. Maar over het algemeen doet hij best goed. Nee. Nee, Sjaak is geen... geen werker. Je hebt er... niveau dan. Dit is een steel die dus net zo groot is als ik. En voor Sjaakje heb je er een die ongeveer zo is. Want je kunt niet alles laten doen. Want bijvoorbeeld opschoppen, afhalen. Daar is iets klein voor. Dan kan je niet bij alle takken bij. En met opladen gaat ook moeilijk. Want kom maar halverwege de bus. Ja, Sjaak is de kleinste. En ik geloof ook best wel dat hij daar privéproblemen mee heeft. Natuurlijk. En vooral in de supermarkt of in de bouwmarkt. Als er iets natuurlijk bovenop een rek licht staat of wat dan ook. Ja. Dus ja, dan moet je natuurlijk aan een langer iemand vragen om hulp. Ik geloof wel dat het lastig is als je zo klein bent net als Jack. Vind je het vervelend dat je weer kleiner bent? Ja. Lop maar zo dat ik bijna hoef niet heel lang te zijn. Krijg ik allemaal dingen te doen dat ik niet hoef te doen, hè? Dat ik niet moet doen. Lop maar naar, maar. Af en toe doe ik puzzelen. Doe ik ook. Puzzelen. Wat puzzel je dan? En gewoon, net als daar, kijk. Van koningin Beatrix en op de dingen, ja. En, de koning zelf en kaarten maken doe ik ook. 3D kaarten, die maak ik ook. Ah ja, kijk. 3D. Die knip ik ook zelf uit. Uit een boek zeg maar, waar 3D op het. Dan knip ik die uit en dan ga je naar allerhande dingen. Verjaardagskaarten ook, hè. Een trouwkaarten, dingen doe ik ook, kerstkaarten, alles. Dat maak ik allemaal. Volgens de nieuwe sociale wetgeving moeten mensen zoals Sjaak voor normale bedrijven gaan werken. Ik denk dat het dan toch een beetje te snel gaat voor hem. Dan een gewoon bedrijf. En zijn geestelijke vermogens, want die zijn niet... niet zo erg hoog. Ik denk dat hij helemaal doordraait. Helemaal. Ja, dan zou hij denk ik ook overspannen raken. Dat kan hij dan niet. Hey Sjaak, waarom werk je niet voor een normaal bedrijf? Ja, omdat ik dan met mijn... zou ik zeggen... Op een gewoon bedrijf zijn ze opjarig. En dat kan ik niet tegen. Ze moeten mij niet dwingen om iets te moeten doen. Sjaak hier wordt heel, heel wild. Het is, ja, zenuwachtig wild. Dat kan ik niet, dat ligt mij niet. Dat kan ik helemaal niet behappen. Dat kan gewoon niet. Wordt moeilijk voor me. Hoe komt het dat je daar niet tegen kan? Ja. Yeah. Ik weet niet, ik denk dat het in me zit. Ik weet niet. Ik,
Net zie je diamant. Ik heb mijn eigen niet beter gevoeld dan ik aan als altijd verkleins van mijn eigen heb gevoeld. Ik denk dat er in mijn lichaam erin zit. Dat ik altijd bij de diamant thuis gehoord heb. Sjaak heeft een aantal jaar voor een normaal bedrijf gewerkt. Maar daar werd hij doodongelukkig. Want dan kwam ik op werk aan en dan viel ik al van, oh, dat gaat niet. Dat was, hè? En dan? Wat gebeurt er dan? Ja, dan kreeg ik migraine, hè. Dan kreeg ik hoofdpijn aan de ene kant. En dan draai ik het vroeg gezicht. En dan moet ik even in het donker gaan liggen. Dan moet je mee naar boven komen en dan zou ik er nog eens heel wat Lego City laten zien. Waar dat is. Gebouwen. Tot vliegbasis doen. Kom maar eens mee. Dit is allemaal Lego City. Dat hangt naar voren, hè. Ja, dat zijn echte gebouwen, hè, van Lego, hè. Ja, dat is echt Lego City. Wat je hier ziet. Je hebt een hele stad gebouwd. Hè? Dat is allemaal treinen en alles staan daar. Dat is allemaal van Lego, wat je hier ziet. Ik zeg al, achter die kassen staan ook nog brandweerkazernes. Dat is allemaal Lego City. 2, 3 treinen staan daar van Lego City. Maar echt, het zijn echt steentje voor steentje zijn gebouwen. Net als daar ook, net als de pets, dat staat met die klok erop. En die, nou, dat zijn gebouwen die kosten 300-400 euro. Hè. Als je die moet kopen, lossen in de winkel. Als je die in elkaar moet zetten. Dat is allemaal precies van Lego City. Ik heb zeker een leuk leven. Echt. Nou, echt. Nadat ik bij Diamant werk. En alles kan ik geen beter hebben, jongen. Alles loopt eigenlijk zo, ik zeg, op wieltjes. Zo moet het zien. Echt. Mijn vrouw die heeft dus helemaal niks om oude kaas. En ik vind het heerlijk. En ja. En boeren met worst, dat vind ik heerlijk. Salami vind ik iets minder. Ja, hagelslag, daar neem ik nooit mee. En pindakaas ook niet. En smeerbaar materiaal, alleen smeerkaas, daar neem ik wel eens mee. Maar het andere, daar neem ik nooit mee. Wie smeert jouw brood? Jos. Al 3 jaar. Ik heb het wel eens gezegd van of dat ik het zelf moet doen. Maar dat vond hij dat niet nodig was. En dus, het is juist ook leuk als ik hier 's morgens om 9:30 in de keet zit, dat er ook wel eens een verrassing in zit. Soms zit er wel eens een gekookt eitje in of wat Belgische bonbons of ja, wat nog meer. Banaan, appel, mandarijn of sinaasappel. Ja. Ik heb van de week pepersalami op. Ja, daar rook ik wel om een aantal. Ja, dat was niet een knoflook. Daar rook ik wel een klein. Ja, zo. Daar rook ik wel. Ik heb die negen. Die wilde bus was compleet in nog wel om overgetrokken. Dat is heel pakken op. Daar heb ik niet uit. Die had de hele bus. Na de koffie gaat de ploeg weer hard aan het werk om de puntjes op de i te zetten. Ja, we zijn nu op de Bestertring. En dit zijn de boomspiegels. Dus zeg maar de vakken waar de bomen in staan, zeg maar. Die moeten geschoffeld en uitgeharkt worden. En dan het bomen op schot moet er ook mee af. Er zijn de takken op de stam, onder de eerste tak. Stel dat jullie hier de straat niet bij zouden houden, hoe zou het er dan uitzien met de kermis? Ja, ik denk dat hier de kermis niet eens zou kunnen staan. Leg eens uit. Want de attracties zelf die hebben een bepaalde ruimte nodig. En als dat boom op schot in de weg staat, zeg maar, dan
dan kunnen die attracties hier helemaal niet meer staan. Ja, nou, zoals jullie zien, ik ben nu aan het uitharken. Netjes, op de manier hoe ik het heb geleerd. Wat is dan belangrijk bij het uitharken? Ja, eigenlijk gewoon met de rechterrug en dan de hele tijd je hark omhoog halen. Het zeg maar zo doen. Dan moet je helemaal naar voren buigen. Ten eerste, je krijgt last van je rug. Ten tweede, je krijgt last van je armen. En ten derde, je neemt dan neem een hele hoop zand mee. Dus dat schiet niet op natuurlijk. Dus daarom met de rechterrug. Als het laatste afval is opgeladen, zit de werkdag erop. De stad is klaar voor de kermis. Naast Lego City heeft Sjaak nog een andere passie. Hij is DJ in een bejaardentehuis. Vanavond heeft hij een optreden, maar hij bereidt eerst thuis zijn muziek voor. Nou, ik wil ook naar gewoon een scherm zien van een DJ-programma, hè? Gewoon een DJ-programma is het. Voor muziek af te spelen. Hoe kom je aan zo'n professioneel programma? Ja. Alweer van iemand die ik weer ken, die ook in de muziekwereld zit. En dan komt er aan. En dan kunnen we, ja, komt er wel aan, maar... Kun je knaken niet tellen. En wat voor muziek draai je hier op dan? Gerard Joling. Robert Wagner. Ja, man. Henk Bernhard. Marianne Weber. Ja, wat een dansmuziek, hè? Deze die is ook graag. Maar die doe ik meestal als we met elkaar willen hassen, hè, van Stef Eikel. De woonboot, hè? Dan, die draai ik ook voor. Yeah.